Mag ik de hoogleraren verzoeken hun baret af te nemen? Ik open deze zitting met gebed. Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Gaat u zitten. Graag heet ik u allen van harte welkom bij deze diasviering, waarin we onze 95-jarig bestaan van onze mooie universiteit vieren. Mijn collega Pauline Snijder zal het welkomstwoord tot u richten. Pauline, mag ik jou het woord geven? Ja, ook namens mij welkom iedereen. Op onze 95ste verjaardag een dias met een lustrumrandje. En zoals u kunt zien, ik ben niet Wim van der Donk, die hier heel graag had gestaan. Helaas is onze rector magnificus Wim van der Donk nog net niet genoeg hersteld en moet het tot zijn grote spijt deze viering missen. Als vicevoorzitter van het college van bestuur mag ik samen met mijn medelid van het college van bestuur en vicerector Jantine Schuit hem hierbij vervangen. Zoals gezegd, dit is een speciale dias, want we vieren onze 95ste verjaardag. En vanwege dit lustrum hebben we naast deze dias ook allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd. Zoals de 95 Minutes of Music met verschillende artiesten in ons Grand Café. En wie jarig is trakteerd, dus deze hele week hebben we onze studenten en medewerkers getrakteerd op bijna 5000 verschillende lekkernijen op de campus. Ik zou buiten de rijen al staan. En morgen is er een blind simultaan schaken met student economics en Nederlands kampioen schaken Max Warmerdam. En een aantal van jullie zal misschien gezien hebben dat ik bij de opening van het academisch jaar een vermelding op de Wall of Fame van ons sportcentrum aan hem mocht uitreiken. Graag wil ik ook alle sprekers welkom heten. Met speciale dank aan Mariette Hamer als voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En de regeringscommissaris aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ik kijk uit naar jouw bijdrage. Vanuit de Sociaal-Economische Raad en de regeringscommissaris en het bureau van de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zijn er vandaag veel gasten aanwezig. Ook jullie van harte welkom. En ook een bijzonder welkom voor Kim Putters, de opvolger van Mariette bij de SER, die zoals u heeft vernomen onze nieuwe universiteitshoogleraar brede welvaart is. En een bijzonder welkom aan Ine Adema, onze commissaris van de Koning van onze eigen mooie provincie Noord-Brabant. En welkom ook aan de leden van het stadsbestuur, vertegenwoordigd met de burgemeester en de wethouder, waarmee we steeds intensiever samenwerken, zoals het te zien is in de benoeming van onze stadshoogleraar Ton Wildhager. En nu alleen die studentenhuisvesting nog. Goed zo, jongens. En ook een hartelijk welkom aan de rectoren van onze zusteruniversiteiten. En aan u allemaal. Daarnaast zijn er vandaag ook veel studenten aanwezig. En dank jullie allemaal voor jullie betrokkenheid bij de universiteit. Nu 95 betekent dat we over 5 jaar in 2027 100 worden. Onze strategie Weaving Mind and Characters richt zich daarom ook op de route naar 2027. Een titel die verwijst naar onze eigen roots, als ook naar het rijke textielverleden van onze stad. Een strategie waarin ook onze waarden centraal staan. Connected, curious, caring and courageous. Waar Jantine straks uitgebreid op in zal gaan. Want deze dias staat in het teken van die waarden. En zoals u zult merken, sluit ook de toekenning van de uitreiking van het eredoctoraat aan Mariette Hamer, waar we later op de middag over zullen gaan en waar we heel trots op zijn, hierop aan. Als het goed is, ziet u nu een slide met de winnaars van de dissertatieprijzen, masterthesis en scriptieprijzen. Deze prijzen hebben we maandag al in een speciale lunch uitgereikt, want we zijn trots op deze ambitieuze promovendi en studenten. En waar we ook trots op zijn, is onze Young Academy. Tilburg Young Academy brengt beginnende academici uit de verschillende faculteiten van de universiteit bijeen, die gezamenlijk willen bijdragen aan de ontplooiing van Tilburg University. Zij hebben een boek uitgebracht over de 4 waarden van Tilburg University in onze strategie. The Good of the University, Critical Contributions from the Tilburg Young Academy.
Anton ten Klooster en Judith Kunicke, beide lid van de Young Academy, kunnen hier veel meer over vertellen. Ik nodig ze daarom graag op het podium uit. Welkom. Zou je wat willen toelichten? Ook misschien ook even over de Young Academy zelf, voordat we overgaan op het boek. Ja, dan heb ik wel even geluid nodig. Ja. Yes, and I will be speaking in English because the Young Academy is an international body, and it's a young body. It is a self-governing body that has been constituted by the rector of the university, and it comprises of young academics, people who are new to the academy, who are also new to Tilburg. And because we are young and most of us are new to Tilburg, we often have fresh perspectives on how we do things, and we can still be surprised about the way we do things. And what we've done, we reflected on that, and we tried to do that in a way to further the good of the university and to think also about the well-being of young academics in particular ways as well. Exactly. So what we are doing is we often get together to really discuss and brainstorm about recent developments with regard to our educational research policies, or for example, employee student well-being and engagement at the university. But we actually also quite literally dig our hands into the dirt when it comes to realizing our ideas. Because what we actually are going to do in the next couple of weeks is build a community garden where every one of you is invited to join. You can take a break, step out the office, step out the lecture room, free up your mind, and dig your own hands into the garden. We really invite you to join us to design the garden, to plant flowers, veggies, or whatever you would like to see grow in this garden. And we've also read the strategy of the board of the university, and we've reflected on it. What we've done, we've looked at those four C's, and the first thing we've done is we've turned them around. We put everything upside down and put courage first, because that is a virtue, that's how we begin. And we've also related those things to our experiences. So for example, there's a great article by my colleague Marjolein de Boer, who reflects on her experience of being a woman in academy and asking herself, is this the life for me? Do I want to be here? And she takes that experience beautifully, sort of unpacks it, and then thinks, what does that mean to our strategy? So this is one way we've looked at the strategy, and there's a couple of creative ways we've also explored it. Exactly. I have two of my favorite chapters, and they're actually about airplanes and, wait a second, cookies. She so obviously them. I couldn't bring along an airplane in my pocket now, but still let me start with the airplane example or chapter. So our colleagues Flor Flörke and Anne Lafar, they wrote really an inspiring chapter about sustainability and how we as university can shape sustainable behavior. And I want to give you a short example of a personal recent experience that fits into this context. So in our research field, we have a couple of key conferences. And yeah, they usually take place in the US. Unfortunately, hybrid options are still very limited. So I personally was actually very happy to see that two of these conferences are just a couple of days apart from each other. So I start my travel planning. And now I let you guess what our travel policies would suggest if I would want to if I would want to present at both conferences. Exactly. I would fly twice to the US within a week. Good. First of all, in terms of environmental burden and emissions, doubling it. Second of all, I'm not sure about you, but my time of enjoying jet lags, of getting dark circle under my eyes, and most importantly, it's really unnecessarily draining energy that I need so much for my work, these times are really over. So I think our policies need to step up a little bit in terms also of sustainable employment. And of course, costs were also way higher. So I think what we should be thinking about is sometimes being a bit more courageous about our policies and systems. Other universities, for example, ditched these travel agencies because they were constricting them when they wanted to become a bit more sustainable. And thinking about our policies, because I think we all agree that there's some good intention behind these controls, but oftentimes they achieve the opposite of what we want to stand for in terms of sustainability.
And now bear with me. Now we go back to the cookie. The cookie. So our colleague David Peters wrote actually a really eye-opening chapter about quantification. And basically quantification of everything these days. And how this quantification can actually lead to unhealthy competition between employees, between people. So this becomes actually really an issue because he also discusses course evaluation in this chapter. The course evaluation is done by our students, and you are smart people. I think you already know where I'm maybe heading with that. You bring a cookie to class, and your course evaluations might be going up. Good for you, but again, this can be really problematic when we use these evaluations as basis for important personnel decisions. So we should be wondering whether we want to incentivize our colleagues to become like the next best baker in town, or whether we actually want to really have them invest in their teaching skills. So maybe we should be a little bit caring and stop exposing our colleagues to this basically homemade competition, and also, again, like other universities, be courageous and drop these course evaluations for very important personnel decision making. And if you think she's joking about the cookies, that's peer-reviewed research. You can read it in here. And so what we hope is that people will take up this book and read it. It's going to be a little experiment in sustainability. Because there's about 400 of you today, I've been told, and there's 200 books, but there's also a QR code. So if you think, I want to flip through this book and see what's there, then scan the code, you can read through it. If you think, I need to get my hands on a copy, there's those too, but make your choice, choose wisely. Yeah, we want to basically invite you to read. Read the perspectives of young academics about the strategy of our universities. Agree, disagree, but most importantly, share your perspective with us. Because as Anton said, we are here to engage with everyone. We are here to engage with the community, with our employees, with our students, to understand and see where we are heading as university together. And obviously, we are more than happy to start the dialogue already at the reception later today. So that's the end of our presentation, but I hope it is the beginning of a conversation. And therefore, I'd like to present Daarvoor zou ik graag nu het eerste exemplaar aanbieden, Paulina, van ons boek van de Tilburg Young Academy, The Good of the University. Ja, staat hier op. Ja, heel hartelijk bedankt. Wij zijn zo rijk hier op deze universiteit. Waar kan je werken, waar je met de hele gemeenschap samen een strategie ontwikkelt? En dan staat hij er, en dan is hij er, en dan gaan de jonge wetenschappers uit je eigen universiteit, gaan ieder vanuit hun eigen achtergrond en perspectief, er gewoon nog eens een keer naar kijken en zeggen, ja, maar dit kan nog beter, en dit kan sneller, en dit kan anders. Want ik heb vooral een stuk over sustainability uit mijn hart gegrepen, meteen al mee te lezen. Dus we gaan er zeker ons voordeel mee doen. En ook super courageous dat je hier een aantal dingen meteen alweer naar voren hebt gehaald. Heel erg hartelijk bedankt, jullie allebei. Dank jullie wel. Onze vorige dies had helaas een hele beperkte opzet door de coronamaatregelen. En de groep die toen het muzikaal intermezzo vormde, hebben we daarom meteen beloofd dat we ze heel graag nog een keertje terug zouden willen horen, maar nu in een volle zaal, want dat verdienen ze echt. Het gaat om Capella Pratensis. Capella Pratensis is gespecialiseerd in muziek van Josquin Desprez en andere polyfonisten uit de 15e en 16e eeuw. Zij brengen doorlopend uitvoeringen uit met eigen programma's die gebaseerd zijn op wetenschappelijk bronnenonderzoek. Ze gaan voor u zingen In principiat erat verbum. In het begin was het woord.
Wat geweldig mooi gezongen, dank u wel. En we gaan straks nog een lied horen van deze kapella. Dames en heren, hierbij open ik de bijzondere zitting voor het College voor Promoties ter ere van de toekenning van het eredoctoraat aan mevrouw Mariette Iris Hamer. Het College voor Promoties van Tilburg University heeft besloten de graad van doctor honoris causa toe te kennen aan mevrouw Hamer voor haar uitzonderlijke verdiensten in het dienen van het publieke belang in het bestuur en de politiek van de arbeidsmarkt en het sociaal-economisch beleid. Ik nodig professor Ton Wildhagen uit om de gronden waarop dit besluit is gebaseerd bekend te maken en ik machtig hem om mevrouw Hamer deze graad te verlenen. Ik verzoek de pedel om professor Wildhagen en mevrouw Hamer naar voren te begeleiden. Dankjewel, voorzitter. Het is mij een buitengewoon genoegen om, daartoe gemachtigd door het College voor Promoties van Tilburg University, vandaag als erepromotor aan u, Dr. Anders Mariette Iris Hamer, het eredoctoraat van onze universiteit te mogen uitreiken. En graag ga ik inderdaad kort in op de gronden die tot dit besluit hebben geleid. Geachte mevrouw Hamer, beste Mariette. Tilburg University is een universiteit die is gespecialiseerd in de mens- en maatschappijwetenschappen. Het behartigen en versterken van de relatie tussen wetenschap en samenleving zit al bijna 100 jaar in ons DNA. Onderzoek doen en het geven van onderwijs, dat zijn kerntaken van de universiteit, maar ook het van betekenis zijn voor de maatschappij en het in co-creatie met maatschappelijke actoren bereiken van impact, is een vorm van wetenschapsbeoefening. Kennisvergaring, uiteraard, kennisdeling en kennis helpen toepassen zijn daarbij cruciaal. En in dat kader plaats ik ook dit eredoctoraat. Wij erkennen en waarderen uw grote inzet bij gelegenheid van onze 19e dies natalis die wij met deze academische plechtigheid willen vieren. Proces, inhoud en leren, persoonlijk en institutioneel, dat zijn voor mij de kernwoorden die uw ontwikkeling, vaardigheden en inzet karakteriseren. Dat begint bij uw eigen levenlange ontwikkeling en loopbaan. Na de HAVO volgde u de tweede graads lerarenopleiding in de vakken Nederlands en Omgangskunde. Dat laatste is een treffende benaming. U bent erin ook voortreffelijk geworden. Daarna deed u de studie Algemene Taalwetenschappen, waarbij u, en dat zal onze studenten aanspreken, en niet iedereen weet dat, denk ik meer, u was medeoprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB. En in datzelfde licht, onze universiteit vierde vorig jaar het 50 jaar bestaan van de medezeggenschap binnen onze universiteit. Uw eerste stappen waren de opmaat voor een rijke en indrukwekkende carrière in de wereld van het onderwijs, sociale zaken en de arbeidsmarkt. Op zoveel plekken, in zoveel functies. En onvermijdelijk brachten uw drijfveren u ook in de politiek. In diverse belangrijke functies en rollen binnen de PvdA en de Tweede Kamer. Als partijvoorzitter, fractievoorzitter, ondervoorzitter van de Tweede Kamer en een ware beproeving als informateur bij de kabinetsformatie in 2021. Stuk voor stuk hoedanigheden die uitermate sterke competenties, skills, zoals we dat noemen intussen, en attitude vereisen. U ontvangt dit eredoctoraat vanwege de bijzondere verdiensten, zoals de voorzitter al zei, gedurende uw hele loopbaan, die zoals gezegd in het teken staat van het dienen van het publieke belang, in het bestuur en de politiek van de arbeidsmarkt, sociaal-economisch beleid, scholing en ontwikkeling. Waarbij u zich niet aflatend heeft ingezet voor vooruitgang, emancipatie en verbinding. Ook in ongekende tijden en ook op lastige dossiers. Er is brede en grote waardering voor uw grondige kennis, sterk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, uw kunde en karakter, waarbij open en eerlijkheid, kritisch vermogen en volharding hand in hand gaan met een enorm sociaal engagement. Dat u hebt gestaan, ook op belangrijke momenten, voor het grote institutionele belang van de Sociaal-Economische Raad, heeft ook grote indruk gemaakt.
U deed dat ook samen met vertegenwoordigers van de wetenschap, de kroonleden, waarvan er ook een aantal aanwezig zijn vandaag. En waarvan ook deze universiteit diverse mensen heeft mogen afvaardigen in het verleden en op dit moment. En u hebt ook steeds het belang van wetenschappelijke kennis voor de onderbouwing van vaak de op de lange termijn gerichte beleidsadviezen bewaakt. Ook dat vinden wij prijzenswaardig. Zoals we net hebben gehoord, staat deze academische plechtigheid in het teken van de waarde van onze universiteit. En ze zijn net al benoemd: connected, curious, caring en courageous. Dat zijn waarden die, toevallig of niet, ook bij uitstek uw eigenschappen en handelen karakteriseren. In het bijzonder, en daar wil ik nog even wat uitgebreider bij stilstaan, wordt u het eredoctoraat verleend voor de voortreffelijke wijze waarop u bijna 8 jaar lang, van september 2014 tot maart 2022, invulling gaf aan uw functie als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. U was, en dat past opnieuw bij u, de eerste vrouwelijke voorzitter. En daarmee gaat u als Tilburgse eredoctor een traditie doortrekken die begon met het eredoctoraat dat in 1982 werd toegekend aan Marga Klompé, die in 1956 de eerste vrouwelijke minister van Nederland werd. De Sociaal-Economische Raad is net als de Stichting van de Arbeid een belangrijke belichaming van de Nederlandse overlegeconomie. Dat wordt ook vaak aangeduid als het poldermodel. Voor dat model kreeg Nederland ooit zelfs een prijs in 1997, een prijs van het Duitse kenniscentrum de Bertelsmann Stiftung. Dus een model kreeg een prijs, niet een persoon, een model. Maar het is geen rustig bezit. De besluitvorming wordt ook soms als traag en stroperig gekarakteriseerd en overeenstemming lijkt in moeilijke tijden steeds minder makkelijk. Hoe houden we de boel bij elkaar? Hebben de adviezen en akkoorden nog wel gezag en impact? En is het model wel voldoende representatief en innovatief? Waar zijn de jongeren, de zelfstandigen zonder personeel? En is de insteek niet te centralistisch, te haars, gezien ook het belang van de arbeidsmarktregio's? Ook ik ben daar regelmatig kritisch over geweest. Als we terugkijken op uw periode als voorzitter van de SER, waarin de financiële crisis net aan het aflopen was in 2014, waar de coronapandemie zich in 2020 aandiende en de politieke situatie in Nederland zeer complex werd en bovendien de arbeidsmarkt krapte tot recordhoogte steeg, is goed uit te leggen waar uw kwaliteiten en inspanning verschil hebben gemaakt. U heeft, een van uw eerste acties, de jongeren bij de SER betrokken door het instellen van een jongerenplatform. En dat is belangrijk, omdat de generatie jongeren daarmee een stem heeft gekregen in de toekomst die tot slot haar ultiem ook aangaat. Ook is onder uw voorzitterschap op een van de meest ingewikkelde dossiers, waarop ook intergenerationele spanning zit, namelijk het pensioenstelsel, een akkoord bereikt. Op het gebied van diversiteit en vrouwen in topposities heeft u eveneens significante voortgang weten te boeken. Dat is een enorme prestatie, zeker in een land wat zich heel modern acht, maar dat niet altijd is in essentie. En tot slot bent u met uw team de regio's ingetrokken om het zo bij u passende beleid voor een leven lang ontwikkelen mee van de grond te krijgen. En zoals gezegd, kennis van zaken en affiniteit tot wetenschap speelde daarbij altijd een rol. Ik mocht daar regelmatig getuige van zijn. En u was ook nooit, u was ook altijd bereid om bijvoorbeeld de voorwoord te schrijven bij een rapport van onze universiteit, van een studie naar werk en werk, die werd gecoördineerd door Irmgard Borghout, die ook hier aanwezig is. Dat hebben we allemaal zeer gewaardeerd. En ook nu in uw huidige, opnieuw hoogrelevante functie als regeringscommissaris aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld speelt u een belangrijke rol bij een enorm groot maatschappelijk vraagstuk. Geachte mevrouw Hamer, beste Mariette, aanstaand eredoctor. Wij prijzen vandaag niet alleen u. Op onze beurt prijzen wij ons als universiteit gelukkig dat u dit eredoctoraat wilt ontvangen. Na enkele belangrijke blijken van bijzondere waardering die u al eerder ontving. Op grond van de door de wet en het reglement van de universiteit aan ons verleende bevoegdheid, overeenkomstig het besluit van het College voor Promoties van de Universiteit van Tilburg, promoveer ik u, Mariette Iris Hamer, tot dokter honoris causa en verleen ik u alle rechten die door de wet of het gebruik aan het doctoraat verbonden zijn of zullen worden. Ten bewijze daarvan bekleden de rector magnificus en ik u met de kappa van Tilburg University en overhandigen u de bul, ondertekend door de rector magnificus en de erepromotor en bekrachtigd
door het zegel van de universiteit. Ja, dank u wel. Allereerst mijn hele grote dank natuurlijk aan professor dr. ingenieur Jantine Schuit en professor dr. Ton Wildhagen voor de uitgesproken waardering. En ik vind het heel erg bijzonder hier te staan. Maar deze eer alleen voor mij, dat zou echt een beetje te gek zijn. Dus ik deel deze graag met de mensen van het secretariaat van de SER, de sociale partners, de kroonleden, en daar zitten daar mijn twee favorieten, heb ik al gezien. Alsmede vele mensen met wie ik mocht samenwerken uit de politiek, de wetenschap, maatschappelijke organisaties. En natuurlijk nu al mijn huidige team, die er ook is vandaag en op wie ik nu al super trots ben. En natuurlijk ook mijn familie. En de mensen die me thuis altijd helpen. Met de klusjes waar je vaak niet aan toe komt. En tenslotte de vriendenkring, die altijd klaar staat voor een kritische reflectie. Met deze lezing sluit ik graag aan op uw toelichting, die mij extra raakte vanwege het persoonlijke karakter daarvan. Ik neem u daarom graag mee in drie persoonlijke drijfveren, in mijn werkervaring en wat ik daarvan leerde. En vervolgens beschrijf ik waar we nu met onze samenleving staan, in mijn optiek, en welke richting we uit kunnen gaan. En toen ik het allemaal opschreef, had ik niet kunnen weten dat juist de jonge academici die hier net spraken, zo goed al hadden verwoord waar het over gaat, want de titel is Van wegkijken naar aanspreken. Mijn eerste drijfveer, het recht gezien te worden en de kans je te ontwikkelen. Ik groeide op in Amsterdam, over Toomse Veld, Slotervaart. Toen was dat nieuwbouw een belofte. Later werd het een achterstandswijk. Mijn ene opa had een herenkapperszaak met één stoel. Mijn andere opa liep op straat met een melkkar. En mijn ouders hebben lang ruzie gemaakt over wie nou eigenlijk uit het beste milieu kwam. Mijn ouders klommen op tot de Mulo. En mijn vader werkte heel hard om de studies van zijn kinderen te betalen. Het huishoudschooladvies wat ik kreeg, accepteerde hij niet. Hij had een voorspellende blik. Ik heb nooit goed leren koken. Daardoor kon ik via de HAVO naar de lerarenopleiding en vervolgens naar de universiteit om af te studeren met een doctoraal examen algemene taalwetenschap. Een doorstromer dus, de eerste in de familie die studeerde. En u begrijpt misschien daarom hoe eervol dit eredoctoraat ook voelt voor mij. Ik werd op mijn 27e directeur van het Centrum voor Volwasseneneducatie. Daar zag ik het belang van tweedekansonderwijs. We gaven cursussen aan mensen die niet goed konden lezen en schrijven. Aan vrouwen die al heel jong van school af moesten. Aan anderstaligen die het Nederlands moesten leren en een weg vinden in een land waar ze het niet goed konden verstaan. En wat een doorzettingsvermogen hadden deze cursisten. Wat ik uit al hun geschiedenissen leerde, is dat soms een bepaalde gebeurtenis, het hoeft soms maar een enkele te zijn, in je leven uitmaakt of je aan de ene kant of de andere kant van de sociaal-economische streep komt. Want wat nou als mijn vader niet in opstand was gekomen tegen die huishoudschool? We hebben helaas nog steeds 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. En het werk wat ik daar deed versterkte mijn diepe motivatie voor onderwijs en ontwikkeling.
Ik kreeg die al jong mee door de levensgeschiedenis van mijn oudere broer Koos. Koos is een stille autist. Hij doet de dingen graag alleen. Leeft volgens vaste patronen en spreekt vooral met anderen in een vertrouwd gezelschap. Een kansloze positie in de tijd waarin hij opgroeide. Hij kreeg op de basisschool een 0 voor gedrag en een 0 voor vlijt. Want, zo stond in het rapport, we zien Koos niet. Hij zakte voor zijn onderlinge MULO-examen omdat hij dichtklapte. Pas veel later, op de sociale werkplaats, kwam hij tot zijn recht toen eindelijk zijn handicap werd ontdekt, herkend. En hij heeft daar geen dag verzuimd. Hoezo een 0 voor vlijt? Gezien worden, begrepen worden, kansen krijgen passend bij jouw talent. Te veel kinderen gaan ten onder in onze hokjes en systemen. En we verspelen er ook talent mee. Met onder andere een goede leerinfrastructuur voor volwassenen zouden we zoveel meer kunnen doen op onze arbeidsmarkt. Want bij een sluitend systeem staat niemand aan de kant. Je bent of aan het leren, of aan het werken, en soms allebei. Mijn tweede drijfveer, emancipatie en het doorbreken van vastgeroeste patronen. Het viel u vast op. Ik noemde alleen de beroepen van mijn opa's en mijn vader. Mijn oma's en moeder werden naar hun huwelijk huisvrouw. Mijn moeder had graag haar kantoorbaan gehouden, maar mijn ouders waren bang dat de omgeving dan zou ontdekken dat mijn vader zijn gezin niet kon onderhouden. En steeds meer ben ik me ervan bewust geworden hoe vast wij zitten in die rolpatronen. Ik ervoer zelf, en zag dat ook bij andere vrouwen, dat je dubbel zo hard je best moet doen om je te bewijzen. Om jouw werk als jouw werk betiteld te krijgen. Om promotie te maken en niet uit de geschiedenis te worden geschreven. En wat we noemden een moederschapscultuur is heel lang dominant geweest. En nog steeds, gisteren werd er nog in de Kamer over gesproken. De kinderopvang is nog steeds slecht geregeld. Ondanks dat steeds meer vrouwen werken en de meisjes, de jongens, in het onderwijs al lang hebben ingehaald. En nu kennen we het anderhalf verdienmodel. Met soms de symboliek van de grote en de kleine auto voor de deur. Bij de SER zagen we dat veel talent verloren gaat. En we leerden ook dat als er een gezamenlijk belang ontstaat, er verandering mogelijk is. Het inzicht dat bedrijven die divers en inclusief zijn beter functioneren, bracht het draagvlak voor het SER-advies dat de basis vormde voor de zogenoemde kwotumwet, waardoor nu heel veel bedrijven actief bezig zijn met diversiteit. En gelukkig, we zien ook ontwikkeling. Zo zijn er nog nooit zoveel vrouwen gekozen als bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Al zijn ze nog wel vaak de nummer 2. In 2021 promoveerden voor het eerst meer vrouwen dan mannen. En ik zie een nieuwe generatie opgroeien die het anders wil doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Onderzoeken verwijzen naar de slechtere mentale gezondheid van jonge meiden die veel druk op zichzelf en van anderen ervaren. En helaas, er is nog steeds een diep ingesleten cultureel patroon van hoe wij denken dat mannen met vrouwen mogen omgaan. Vanuit deze drijfveer vind ik mijn huidige baan dan ook buitengewoon boeiend en spannend. Als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld werken we aan een cultuurverandering. Dat brengt mij bij mijn derde drijfveer. Verbinding maken voor een beter plan. Ik leerde in de studentenbeweging de winst van samenwerken en bruggen slaan. Bij de Landelijke Studentenvakbond tussen actievoerders en bestuurders. Later in de politiek tussen collega's van andere partijen. Bij toeval liep ik inderdaad tegen het vak omgangskunde aan op de leraaropleiding. Een studie waarin je onder andere leert over sociologie, psychologie, gespreksvaardigheden en je inleven in een ander. En taalwetenschap bestaat eigenlijk ook uit dergelijke onderdelen, maar dan vanuit het perspectief van taal. In mijn huidige functie zie ik weer veel voorbeelden van hoe de woorden die je gebruikt het verschil kunnen maken tussen een aardig compliment of een lelijke belediging. En wat mannelijke en vrouwelijke varianten van een woord kunnen doen. Zelf was ik erg geraakt door een Kamerlid die een collega denigrerend de masseuse van de premier noemde.
Ik realiseerde me echter ook dat het een totaal andere betekenis krijgt als je zegt, hij staat bekend als de masseur van de premier. Dan kan het opeens een compliment zijn. Vanuit deze drijfveer was voorzitter zijn van de SER een droombaan. Het polderadvieshuis van werknemers en werkgeversorganisatie en van de wetenschap met 22 onafhankelijke kroonleden. Er is soms kritiek op dat polderen, omdat het tot te veel compromissen zou leiden. Maar ik vond de SER vooral een snoepwinkel van thema's om mee aan de slag te gaan. Mijn opdracht was verjonging, verbreding en de S van sociaal-economisch meer centraal stellen. Ik heb daar zelf diversiteit en inclusie aan toegevoegd. Ik koos als insteek dat er balans moet zijn in de aandacht voor sociaal en economisch beleid en dat we daar de samenleving bij moeten betrekken. En er gingen dan ook steeds meer mensen met ons meedenken. Uit bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, de gemeente, de verduurzamingssector. En ja, ik richtte het SER Jongerenplatform op. We bespraken onze analyses vaak op wetenschappelijke kennis gestoeld in dialoogsessies met mensen uit de praktijk. En zo kregen we vooral ook scherper zicht op de oplossingen. En als het advies klaar was, dan bleef de SER over in gesprek gaan, om zo tot echte impact te komen. Dat vraagt ook wat. Dat vroeg iets van de sociale partners en van de kroonleden. Het vraagt namelijk om een open houding. Als je vanuit verschillende invalshoeken en belangen een probleem wil aanpakken, moet je elkaar ook aanspreken en confronteren. En als je dat goed doet, met respect, dan kom je daar samen beter uit. Dan is het geen compromis, maar een beter plan. De ontwikkeling van deze werkwijze bij de SER vond ik zeer leerzaam. En ook als regeringscommissaris maakte ik de afgelopen tijd met vele betrokken een analyse van wat nodig is om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. We organiseren nu verdiepingssessies op thema's waarin we wetenschappelijke inzichten verbinden met praktijkervaringen, zodat we echt tot goede adviezen kunnen komen en een gedragen cultuurverandering. En ik geloof in zo'n aanpak, omdat in het proces de verbinding al plaatsvindt. Een samenleving op zoek naar evenwicht. De coronacrisis legde een vergrootglas op een aantal fundamentele onevenwichtigheden in de Nederlandse samenleving. We zagen dat wat begon als een gezondheidscrisis al snel ook een economische crisis werd en dat het mentale en sociale welzijn van groepen burgers werd aangetast. In de scholen zag men dat lang niet alle kinderen de crisis goed konden doorkomen. Dat het uitmaakte in welke wijk ze woonden, wat hun achternaam was of hun achtergrond. En er was al heel lang en veel geschreven over dat mensen in een lagere sociaal-economische positie kwetsbaarder zijn als het gaat om hun gezondheid, om hun levenskansen en bij het behoud van hun baan. Maar nu raakte het ons direct in de zorg. En het raakte ons ook in het bestrijden van corona. En nu werd er elke avond in de talkshows over gesproken. Ook werd het steeds duidelijker dat een stevig sociaal netwerk je helpt om een crisis goed te doorstaan en bijvoorbeeld je baan te houden. En dat als je dat netwerk niet hebt, je vaker een onzeker contract krijgt, je sneller wordt ontslagen of je afhankelijker bent in je werk van je baas. Waardoor je je eigen grens weer minder goed kan bewaken. Dat is ook iets wat wij terugzien in grensoverschrijdend gedrag en de sectoren waar het voorkomt. Mede onder invloed van de wens tot economisch en sociaal herstel stond in 2021 een kansenrijke en inclusieve samenleving, ja inderdaad in die formatie, hoog op de politieke agenda. Met voorstellen over onder andere een rijke schooldag, minder onzekere vormen van arbeid, van werk naar werk trajecten en een aanpak van armoede en schulden. Het streven naar brede welvaart met aandacht voor zowel sociale als ecologische duurzaamheid kwam veel meer centraal te staan. En hier houdt u zich dan ook terecht in Tilburg sterk mee bezig, zelfs met een speciale leerstoel. En hoe mooi dat mijn opvolger die leerstoel mag bezitten en daaraan mag werken. En wat een mooie verbinding tussen de wetenschap en de polder. Nu ruim een jaar later moeten we wel helaas constateren
dat we met al die mooie voornemens over die kansrijke en inclusieve samenleving nog niet zo heel erg veel verder zijn. Terwijl de omstandigheden er niet beter op zijn geworden. Er brak een oorlog uit, dichterbij dan we voor mogelijk hadden gehouden. De kosten voor ons levensonderhoud lopen op. Mede door de energiecrisis komen meer mensen financieel in de problemen. Lopen ze schulden op en groeit het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank. De vergrijzing is voelbaar in de tekorten op de arbeidsmarkt. En door die tekorten kunnen we niet het werk doen wat nodig is. In de bouw, in de scholen, in de ziekenhuizen. Het verdelingsvraagstuk wordt dan opeens weer actueel. Wat we terugzien in de discussie over asiel en migratie. Maar ook zeker in het gevoel van afstand wat mensen voelen tussen stad en platteland. We slepen daarnaast ook nog een hoop onopgeloste zaken uit het verleden mee. Denk aan de stikstofcrisis, het toeslagenschandaal en de situatie in Groningen. Jongeren krijgen het steeds benauwder. Geen huis, hoge studieschulden, hard werken omdat je te weinig collega's hebt als je een baan hebt. Het tuimelt over elkaar heen. En beleid en realiteit beginnen uit elkaar te lopen. En een goed voorbeeld is weer die kinderopvang. Die zou immers nu gratis gaan worden. Maar hij wordt nu volgend jaar juist duurder. En is ook nog minder beschikbaar door het personeelstekort. Jonge gezinnen raken ervan in de war. Sommigen haken ook af. En daarmee komen we op een volgend probleem. We zagen al dat het vertrouwen tussen burgers en de overheid flink daalde. Maar nu zien we ook het vertrouwen tussen mensen onderling afnemen. De schokkende cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimiderend gedrag kennen we al langer. Maar sinds de aflevering van Boos over de Voice of Holland lijkt de geest uit de fles. Dagelijks verschijnen er verhalen over integriteitskwesties in de media. Al dan niet seksueel van aard. En de cijfers liegen er niet om. 1 op de 2 vrouwen en 1 op de 5 mannen geeft aan in hun leven te maken te hebben gehad met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de LHBTIQ+ gemeenschap liggen de getallen nog hoger. En dan hebben we het nog niet eens over pesten, over discriminatie of belediging, over online schelden, bedreigen en ga zo maar door. Er is een onderliggende machtsverhouding in onze samenleving die eigenlijk niet meer past bij onze geëmancipeerde samenleving. En het speelt overal, thuis, op straat, op het werk, in de vereniging. En mede vanwege de verruwing in taalgebruik en omgangsvormen trekken steeds meer mensen zich terug in hun eigen wereldje. Ze vragen zich af waarom zij zich aan de regels moeten houden als de leiders dat zelf niet doen. En het voorbeeld, helaas, doet mijn hart pijn, dat het parlement geeft, is in dat opzicht schrijnend. We zijn nog niet opgeveerd na de coronacrisis. We horen veel mensen klagen over vermoeidheid en het aantal burn-outs onder jongeren is hoger dan het ooit was. Ondernemers zien het minder zitten. En ik maak me daarom niet alleen zorgen over de financiële en sociale staat van ons land, maar eigenlijk vooral over de mentale staat van ons land. We moeten echt nadenken over een nieuw perspectief, over hoe we weer met elkaar in verbinding komen. Want als we niet oppassen, dan komen we steeds verder terecht in een verdeelde en verweesde samenleving. En we moeten samen dat sombere perspectief keren. Van wegkijken naar aanspreken. Want gaan we onze muren verder optrekken? Gaan we ons verder terugtrekken in onze eigen ruimtes? Of gaan we juist bruggen bouwen? Dat verschil in aanpak zie je terug in veel discussies over de toekomst in onze samenleving. Het zal u niet verbazen dat ik kies voor het laatste. Maar dat vraagt wel om een andere houding van onze overheid. En vooral ook van onszelf. De laatste decennia was het overheidsbeleid sterk financieel gedreven, gericht op efficiëntie en marktwerking en op eigen verantwoordelijkheid van burgers. Soms was het ook gestoeld op wantrouwen van de overheid naar haar burgers. Het bekendste voorbeeld daarvan is de fraudewetgeving met als gevolg het toeslagenschandaal. Maar we zagen het ook bij subsidieverstrekking. Soms werd er zo lang over de regels en de voorwaarden nagedacht dat er eigenlijk geen tijd meer over was om een belangrijk project uit te voeren.
En sommige van onze wetten zijn zo ingewikkeld geworden dat ze vaak niet handhaafbaar of uitvoerbaar zijn. En dan wordt er te vaak weggekeken bij de problemen die hierdoor ontstaan, zoals we hebben geleerd uit de recente parlementaire enquêtes. De landelijke overheid probeert nu soms een deel van de problemen te compenseren, of af te kopen, of de verantwoordelijkheid te beleggen bij lagere overheid of bij uitvoeringsinstanties. Maar ook daar zien we het soms vastlopen. En naar mijn idee komt dat omdat we nog steeds te veel redeneren vanuit de systemen, vanuit een bepaalde beeldvorming die we over mensen hebben. Er is een onvoldoende open blik naar de effecten in de praktijk. En jammer genoeg kijken we ook soms zo naar elkaar, in de manier waarop we elkaar benaderen. Het wordt prachtig mooi verwoord in de documentaire Al wat je ziet. Ik mag hem aanraden, hij komt eerder op tv. En daarin werd verwoord door iemand: hoe pijnlijk is het als je niet wordt gezien, maar wel wordt bekeken. Het deed me ook aan de geschiedenis van mijn broer Koos denken. We kunnen niet meer wegkijken. Daarvoor zijn de problemen te groot. Mijn pleidooi is dan ook om elkaar veel meer aan te spreken. In hoe we beleid maken en ook in hoe we samenleven. Met een omgangscultuur waar we uitgaan van vertrouwen en respect. Durven te benoemen wat niet goed gaat. Erkennen dat fouten nu eenmaal gemaakt worden. En dat dat betekent dat je ze ook kunt herstellen. Daarbij een echte dialoog voeren met de mensen over wie het gaat. Zodat zij mee kunnen denken over de oplossingen. Zoals ik het eerder benoemde, zeg stiekem zoals we dat deden bij de SER, is dat nodig om te komen tot dat betere plan. En het kan bij heel veel dossiers, onder andere ook bij het vormgeven van die infrastructuur voor een leven lang ontwikkelen. Maar zeker bij het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag en het bereiken van die onderliggende cultuurverandering is aanspreken en elkaar zien hard nodig. Seksueel grensoverschrijdend gedrag laat vaak diepe sporen na die soms een leven lang van invloed zijn. Die seksistische opmerking, die hand net iets te lang op de heup van de ander, het leidt vaak tot weer ernstigere vormen, zoals aanranding en verkrachting. En daarom is die aanspreekcultuur ook zo ongelooflijk hard nodig, om het in de kiem te smoren. Want nu we weten hoe vaak het voorkomt, die cijfers, 1 op de 2, 1 op de 5, kunnen we ook uitrekenen dat we allemaal een keer omstander zijn. En dat we dus ook allemaal het verschil kunnen maken voor een ander. Om ons uit te spreken als we erbij staan. De overheid heeft daar natuurlijk een belangrijke voorbeeldfunctie van. En ik ben ook blij dat het kabinet nu heel hard werkt aan een plan van aanpak daarvoor. Maar we kunnen ook met elkaar veel veranderen. En ik heb ook hoop. Ik ben hoopvol. Omdat ik zoveel mooie vormen zie waarin mensen opstaan en zelf de regie nemen. Ik zie dat bij tal van onderwerpen, zoals de getubeerden van het toeslagenschandaal, die zichzelf inmiddels liever herstelexperts noemen, mooi woord, en zich voor elkaar inzetten. Ik zie het bij de jonge vrouwen achter gelijk spel, die studentenverenigingen afgaan om in gesprek te gaan met studenten over seksuele gelijkwaardigheid en consent. Ik zie het bij vele ervaringsdeskundigen die methodes ontwikkelen om anderen te helpen. En ik zie het bij de theatermakers en de documentairemakers die ons bewust maken van wat gaande is. En ik zag het eigenlijk ook net in het voorafgaande hier. Als we hen weten te verbinden aan onze politici en aan onze bestuurders, zoals dat in sommige gemeenten al gebeurt en ook in organisaties en bedrijven, dan kunnen we samen die bruggen bouwen. Laten we vooral van elkaars kennis en ervaring blijven leren. Laten we elkaar blijven zien en elkaar blijven aanspreken. Want alleen samen kunnen we het doen. Dank u wel.
Dankjewel voor deze mooie woorden. En hoe ontzettend raakt het ook aan de kern van onze universiteit. Waar we ook passie hebben voor inclusie en ook passie hebben voor emancipatie. Dank u wel voor deze geweldige reden. We gaan nu opnieuw luisteren naar Capella Pretensis. Thank you.
Dank u wel, opnieuw heel erg mooi. Caring, connected, curious and courageous. De kernwaarden van onze universiteit. Deze waarden staan centraal in onze strategie. Vanuit deze waarden willen we een stimulerende academische omgeving creëren waar het prettig is voor onze studenten en onze medewerkers. Waarom zijn deze waarden zo belangrijk voor ons als onze universiteit? En hoe zijn deze waarden tot stand gekomen? En het belangrijkste, hoe gaan we deze waarden waarmaken? Het belang van deze kernwaarden werd direct duidelijk toen we aan de slag gingen met de ontwikkeling van onze strategie. Met de leden van het CVB en de decanen hebben we met elkaar gedroomd over onze universiteit. En niet alleen het wat stond centraal, maar vooral ook het hoe. Hoe willen we ons onderwijs inrichten? Hoe willen we met elkaar omgaan? En hoe kunnen we elkaar inspireren het goede te doen? We spraken over de vraag hoe we een universiteit kunnen worden die van betekenis is. We willen een universiteit zijn die studenten en medewerkers uitdaagt betekenis te geven aan hunzelf en aan anderen, aan de maatschappij. We willen een organisatie zijn waar medewerkers en studenten onderdeel van willen uitmaken. Ook willen we als organisatie inclusief zijn, waardoor we ruimte en kansen bieden aan mensen voor wie studeren en werken aan een universiteit niet vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd hadden we een droom. Een droom om een universiteit te zijn waar mensen werken die elkaar inspireren en elkaar laten groeien. Een plek waar we leren en van elkaar leren. Waar we onszelf ontwikkelen. Maar ook een plek waar we samenwerken en waar we van elkaar leren. Onze universiteit moet een veilige omgeving bieden waarin we fouten mogen maken. Waar mensen elkaar erkennen en waarderen. En waar men het lef heeft om elkaar op een positieve manier feedback te geven. Stijg boven jezelf uit, maar accepteer ook dat je jezelf en anderen hierin kunt teleurstellen. Onthoud, leren gaat met vallen en opstaan. Kortom, we willen een universiteit zijn waar we trots op zijn en waar we ons thuis voelen. En vooral dit laatste is extra belangrijk. Waarom? In de afgelopen jaren heeft het hoger onderwijs in Nederland en daarbuiten zich steeds meer ontwikkeld tot een type organisatie waarin excellentie centraal is komen te staan. We worden beoordeeld op deze excellentie op grond van diverse rankings. Behoren bij de top lijkt het hoogste doel. Deze excellentie zorgt voor competitie, maar voor welke prijs? Onze medewerkers en studenten moeten volgens de huidige normen op alle vlakken accelereren. Deze prestatiedruk leggen zichzelf op, maar wordt des te meer gestimuleerd door het systeem. Als universiteit vinden we het belangrijk dat je zorg draagt voor jezelf en voor anderen. Sociale veiligheid is hierin van uiterst belang. Zonder die sociale veiligheid ben je niet in staat jezelf te ontplooien en te groeien als individu en dus ook als groep. Het welbevinden van onze studenten en medewerkers gaat ons aan het hart. En richt ik me nu specifiek aan de studenten. En ik denk dat er een aantal van jullie boven zitten. Wat doet het huidige systeem met jullie? In gesprekken hierover met jullie horen we hoe hoge druk jullie ervaren. Zijn je cijfers wel hoog genoeg? We horen geluiden over extreme spanning rondom tentamens. Is dit wat we als universiteit willen? Nee, we willen niet louter alleen topatleten opleiden. Wij willen jullie, jonge mensen, helpen jezelf optimaal te ontwikkelen. Als student, als professional en als mens. Het onderwijs aan Tilburg University is niet iets wat je consumeert. Het is een ervaring die je beleeft. Vanaf het eerste moment dat je op de campus komt tot op de dag dat je de campus verlaat met je diploma. Onze docenten zijn mentoren die je kunnen helpen en willen helpen. Om te leren, te reflecteren en je handvatten te geven voor de toekomst. Maar het belangrijkste, leer ook van elkaar. Deel met elkaar je angsten, de druk die je voelt en je twijfels. Je staat er niet alleen voor. En deze thema's grijpen mij ook persoonlijk aan. En de komende jaren blijf ik mij hiervoor inzetten, omdat dit de fundering vormt voor de droom die we hebben van onze universiteit. Onze vier kernwaarden. Curious, caring, courageous en connected, die helpen hierbij. En om te weten hoe deze waarden leven bij onze studenten en de medewerkers zijn we de campus opgegaan met een aantal vragen. Wanneer had jij het gevoel dat je echt gezien werd voor wie je bent? Wanneer had je het gevoel
dat iemand moedig was? Wanneer heb je iemand iets moedigs zien doen tijdens het college? Maar ook, wanneer had je het gevoel dat je deel uitmaakte van de community? Laten we kijken naar hun reacties. Het moeilijkste wat ik iemand heb zien doen tijdens het college. Zich uit een lastige vraag van een professor zien te werken. Want dat ga je niet winnen. Nou, deze universiteit is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Toen ik hier kwam waren er 7.500 studenten. Nu zitten we ver boven de 20.000. We zijn heel internationaal geworden. Je merkt wel, tenminste dat heb ik van horen zeggen, dat studenten ook wel een bepaalde mate van zeggenschap hebben over de richting waarin de universiteit gaat. En wat we nodig hebben de komende jaren is dat we weer meer met elkaar betrokken zijn, bij elkaar betrokken zijn. Meer verbonden en meer voor elkaar gaan zorgen. Ik vind het courageous als je opstaat. Als je opstaat op deze universiteit en zegt tot hier en niet verder. Bijvoorbeeld als je als docent kenbaar maakt dat studenten in studentevaluaties niet bepaalde termen en woorden mogen gebruiken als ze het hebben in een beoordeling over een docent. Dat je dat expliciet maakt tot hier en niet verder, vind ik krachtig, moedig en courageous. Ik heb een vriendin die echt doodzenuwachtig is om dingen te presenteren voor de klas. En die heeft samen met mij het vak public speaking gedaan. Zij had een zo'n mooie speech en dat heeft ze zo goed gedaan toen. I felt like I was part of a community the moment that I got here. The people are amazing, especially as an international student. I feel completely at home. Ik voel me eigenlijk hier thuis. Ja, ik vind een hele fijne werksfeer. It's a very open and honest space. And I think what makes really the situation, or a situation, brave for me is the vulnerability, like the honesty that people bring. Also, like simple things as asking questions that some would say are like maybe stupid or no, I don't want to ask this because I don't want to seem like that. Het stellen van vragen en die nieuwsgierigheid bij elkaar opwekken en de enthousiasme die je dan hebt om ze ook op te lossen. En dat je dan ook support voelt vanuit de Unie, dat je daar dan ook iets mee kan doen. Die vrijheid hebben wij gewoon. Dat soort vragen stellen en kijken van, goh, hoe zouden dingen werken? En dat gaan uitzoeken. Just having the bravery to be honest with yourself and with others, because it helps me as well to see and be inspired by that. Wanneer ik me het meest betrokken voelde bij anderen. Als voorzitter van mijn bestuurfront heb ik dit jaar sowieso het meeste gevoeld. Wij zijn als bestuur heel erg betrokken met elkaar en iedereen doet het nu zo goed, omdat we gewoon heel veel met elkaar samenwerken. De afgelopen jaren tijdens de coronacrisis dat je voor hele moeilijke situaties wordt gezet en onmogelijke dingen die je moet realiseren. En dat we met z'n allen samen, multidisciplinair, in de organisatie oplossingen hebben gezocht. En echt de schouders eronder naast je normale baan om gewoon een goede uitkomst te hebben. Ik had het vooral toen ik bij de studievereniging werd uitgedaagd om carrièrecommissaris te worden. Ik was voorheen heel erg actief bij de sport- en speltak van de studievereniging. En ik heb echt een hele andere kant op gegaan. En dat vond ik wel heel leuk. En dat was echt wel een uitdaging voor mij. In het tweede jaar heeft een vriend van mij meegetrokken naar de studievereniging. En toen kwam ik bij een bepaald soort mensen wat heel erg hetzelfde dacht als ik over hoe de studie zou moeten werken. Hoe je je vrije tijd indeelt. Toen voelde ik echt alsof ik deel was van iets groters. We werken hier op een kleinschalige campus waar we elkaar heel gemakkelijk kunnen ontmoeten. En daar maken we heel weinig gebruik van. We zitten allemaal dicht bij elkaar en ik denk dat dit in het belang van het onderwijs en het onderzoek is, dat we meer mogelijkheden creëren om elkaar te ontmoeten, zodat we gezamenlijk het onderwijs en ook het onderzoek opnieuw vorm kunnen geven. Graag nodig Roos Legers en Henk Witte uit om met mij hierover in gesprek te gaan. Roos en Henk, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, Roos, je hebt de video gezien. Welke reactie of welk fragment sprak jou het meeste aan? Ik wil graag ingaan op de opmerking over de studentenevaluaties. Als u geen les geeft, op het einde van een cursusreeks mogen studenten anonieme evaluaties invullen. En dat zorgt voor slapeloze nachten bij menige docent. Het zijn anonieme reacties, je kunt er eigenlijk dus niks meer mee, want het college is al voorbij. Maar nu kom je erachter dat je iets hebt gedaan wat de studenten in ieder geval niet als fijn hebben ervaren. Nou, natuurlijk is het belangrijk dat we deze evaluaties hebben.
het deel van onze betrokkenheid, caring, naar de studenten toe. Als er iets misgaat in een cursus of met een docent, dan willen we dat weten. Er moet de gelegenheid zijn om dat anoniem te melden. Waarom ik die opmerking zo treffend vond in de video, is omdat ik eigenlijk de andere kant ervan wil belichten. Want Corine zei, ja, het is heel moedig om dan te zeggen tegen studenten, gebruik niet deze taal. Maar dan komt bij mij meteen de vraag op, ja, wie moet dat duidelijk maken? Meestal zijn dat docenten die vanwege hun genderexpressie, vanwege hun huidskleur, de taal in die studentenevaluaties zien die, ja, op zijn zachtst gezegd bijzonder onaangenaam is. Judith had het net over koekjes en het peer-reviewed onderzoek dat laat zien dat als je inderdaad zoetigheid meebrengt naar de colleges, je studentenevaluaties omhoog gaan. Het is ook ondertussen bewezen dat gewoon puur door vrouw te zijn, je studentenevaluaties hoe dan ook lager zullen uitvallen. Dus als het gaat over courage, van wie vragen we moed? Vaak van mensen die al in een kwetsbare positie zitten en voor wie het dus eigenlijk ook moeilijker is om... Ja, moeilijker is. Of die zitten al aan de marges op een bepaalde manier. Dus dat trof mij. Ja, ja. En hoe zouden we als universiteit dan kunnen helpen door dat over te nemen? Of denk je toch wel dat we dan juist die docent zouden moeten helpen hierin? Ik weet ook niet precies wat de oplossing is. Misschien vooral ook een stukje bewustwording. Want ik denk dat als je binnen een bepaald profiel past, dat je gewoon niet te maken hebt gehad met dit soort situaties. Of in ieder geval niet zoveel als je ermee te maken hebt als je dus in zo'n andere positie zit. En die bewustwording is natuurlijk een eerste stap. Ja. Ja. En ik begreep ook dat sommige universiteiten het helemaal hebben opgegeven, hè, met evaluaties. Je zou ook een kwalitatief gesprek eigenlijk willen in de classroom zelf. Hè, gewoon met elkaar over het vak. Dat zou misschien ook een oplossing kunnen zijn. Ja, en dan is het ook niet anoniem, maar dan kan ook iedereen daar ook eerlijk een echt gesprek over voeren. En ook elkaar in aanvullen. Ik ga de volgende vraag aan jou stellen, Henk. Hoe zie jij de verbinding tussen de waarden? Ja, het is interessant dat je me die vraag stelt, want we hebben niet vier losse waarden naast elkaar. Ze hangen inderdaad samen. En ik denk dat connectedness, verbinding, dat is de basis. Dat is de bedding waarin we de anderen kunnen realiseren. Connectedness, verbinding, verbondenheid, het is eigenlijk iets wat we krijgen als je hier komt. En tegelijkertijd is het een opgave. Het is er en we moeten er wat mee gaan doen. En op basis van die verbinding denk ik dat we nieuwsgierig kunnen zijn naar elkaar, naar nieuwe dingen, naar hoe de wereld in elkaar zit, wat er met de aarde gaande is. En op basis van die verbinding kunnen we ook caring voor elkaar zijn. Dan vind ik caring moeilijk hoor. Want je schiet heel snel door ofwel in paternalisme of maternalisme. Dan ga je of in pappen en nat houden. Ik vond het woord respect dat hier, mevrouw Hamer zei dat ook, verschillende keren, dat is als het ware de basisvoorwaarde van dat caring zijn. En op grond van dat respect kun je ook inderdaad zeggen, ho, dit niet. Dit past niet. En dan hebben we ook nog courageous. En als ik heel eerlijk ben, is dat geen waarde. Dat is een deugd. En dat kun je leren. Maar los daarvan, ik vind courageous een soort stuwmotor om nieuwsgierig te zijn, om caring te zijn, om verbondenheid te vergroten en te versterken. Alleen, dat is een lastige. Want het moet geen gokken worden. Het moet ook geen overmoed worden. Het moet dus verantwoorde moedigheid zijn. En ik maak mee op dat niveau van het college van bestuur. Ik zie hier iemand heel hard lachen. Dat we rondom die verantwoording van nieuwe plannen en dingen die we zouden willen wagen. Dat er dan altijd twee dingen zijn, twee vragen die rondkomen. Is het goed geregeld? Dan komt het juridisch om de hoek. En is het betaalbaar? Maar er is nog een rem. En dat is de rem van, wat zouden ze ervan vinden als ik? En dan ga je uit je angst, uit ik ben bang dat, moedig zijn. En dat werkt niet. Nee, misschien kan ik dan even weer, Roos, jij bent docent. Henk vertelt over de basis van de connected en dan die andere daar meer zeg maar op on top of. Hoe ervaar jij dat in de praktijk? Kan je hoe kijk je er tegenaan naar wat zie je bij studenten? Dan doe je op het verband tussen die verschillende waarden. Ik geef graag een voorbeeld uit de praktijk. En het sluit denk ik ook mooi aan bij uw reden daar straks, dokter Hamer, van het gezien worden. Een aantal weken terug ging het in het college over Adam Smith. 18e eeuwse filosoof en econoom. En voor hem is eigenlijk het belangrijkste voor de mens om gezien te worden. Dat is waarom we geld willen verdienen, status verwerven, willen gezien worden. En mede daarom vinden we het heel belangrijk dat we gevoelens
kunnen delen met anderen. Deel van dat gezien worden is ook het idee dat wat hij een harmony of sentiments noemt. Dat we in harmonie leven in die zin dat we ook onze gevoelens kunnen delen met anderen. Ik legde dit uit in het college nogmaals een aantal weken terug. En ik gaf een tijdje iets langer, ik weet niet precies wanneer de koningin doodging, de queen. 2 maanden of zo, denk ik. Ja, nou ja, toen dus. Ik was net dood. Ik gebruikte haar als de begrafenis als voorbeeld. Want ik had naar de begrafenis gekeken en ik was daardoor bijzonder ontroerd. Ik zei dat tegen de studenten van, ja, ik ken natuurlijk de Queen niet. Maar we weten ook allemaal, op kleinschaligere begrafenissen, je kunt verdrietig worden op een begrafenis, ook al ken je die persoon niet. Omdat we elkaar aansteken ook met gevoelens. En ik gaf dat als voorbeeld, een beetje uit te leggen waar Smit het over had. En een student stak haar hand op en die zei, nou, die ervaring deel ik helemaal niet. Dit was de enige niet-witte student in het college. Een student afkomstig uit India. En zij zei, good riddance. Ja. Het koloniale verleden, de queen, had voor haar volledig helemaal andere connotaties dan bij mij. Dus de connectedness die ik veronderstelde, ik voelde me natuurlijk onmiddellijk bijzonder wit. Dat vond ik bijzonder moedig van die student, dat zij zei, ja wacht even, dit geldt helemaal niet voor mij. De rest van de klas had ik mee, hè, de rest van het college had ik mee, maar ja. Zij, nee. Ja. En dat opende dus het gesprek. En wat deed dat met jou dan? Nou, en dat inderdaad, daar wilde ik naartoe, want het was in eerste instantie bijzonder ongemakkelijk. Als docent of iedereen die wel eens voor een groep gesproken heeft, weet je hoe vreselijk het is als je ineens merkt van, oh, dit had ik niet voorzien. Maar dus die waar we de waarde gaan toepassen in de praktijk, daar gaat het vaak ook schuren. Omdat soms een veronderstelling van connectedness en identiteit ook niet blijkt te kloppen. En het confronteert je met je eigen, hoe zeg je dat, blinders. Ja. En kan je erop aanvullen? Heb je daar ook ervaring mee? Of, Nou, ervaring, nee, weet je wat mij ontzettend getroffen heeft? Het eerste lied van Capella Pratensis. Dat waren de eerste 14 versen uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. En ooit, ik heb dat nog in mijn jeugd meegemaakt, was dat het laatste evangelie. Daar ging je mee de kerk uit. Maar in dat begint met het woord. In het begin was het woord. Hè? Nou, je zou bijna, het is een beetje spotten, maar je zou kunnen zeggen, in het begin waren de waarden. Maar het woord moest mens worden, is mens geworden. Die waarden moeten indalen, die moeten vlees worden. En dat is licht dat in de duisternis schijnt. Want dat motief zat er ook in. Alleen, die duisternis heeft dat ook niet aanvaard. Dus het lukt niet altijd. We zullen ook fouten maken. Maar dat vind ik het boeiende van heel dit centraal stellen van, zo gaan we het doen. Dit is onze manier van doen. Dat is iets dat je hoopt dat het indaalt in ons, dat het indaalt in de studenten en dat ze het straks meenemen naar buiten, zodat die droom van dokter Hamer, dat de samenleving meer verbonden wordt, dat we met z'n allen ervoor gaan staan in plaats van dat we uit elkaar weggroeien, dat die droom een stap verder komt. En ja, dit is oefentijd. Gebruik die, zou ik zeggen. En wij helpen wel een beetje. Ja. Dankjewel. Roos, wil je nog iets zeggen voordat ik hierop afsluit? Alsjeblieft, ik denk dat mensen ook naar de borrel. Ja, de reden waarom we met elkaar even in gesprek gaan is gewoon ook het gesprek. Wat wij willen in de toekomst heel graag, ik nodig jullie uit, ik roep jullie op. Allemaal, docenten, studenten, mensen die met ons samenwerken, om aan de slag te gaan met deze waarden. En ontdek wat het kan betekenen voor je werk, voor je studie, maar ook voor jezelf. Hoe geweldig zou het zijn als we deze waarden ook echt kunnen gaan waarmaken en tot leven kunnen brengen binnen de universiteit. Ik heb nu aan tafel staan met Roos Legers en Henk Witte. Dank jullie wel voor jullie komst. En ik wil jullie heel erg bedanken hiervoor. Ja. Nou, dit brengt ons bij het einde van deze academische plechtigheid. Maar voordat ik deze bijeenkomst afsluit, wil ik nog graag de mensen bedanken die vandaag bijgedragen hebben aan deze mooie dies. Dat waren de mensen op het podium, maar ik wil ook met name de mensen bedanken die achter de schermen heel hard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. Een ervan is Stijn van Kruisdijk, die vandaag 12,5 jaar in dienst is bij onze mooie universiteit. Mouten Bok, ik geloof dat zij daar ergens zit, net zag ik haar daar zitten. En Renate van de Leeuwarden. Ons bedel.
Ik wil u van harte uitnodigen om in de grote foyer hiernaast samen met ons het glas te heffen op onze nieuwe eredokter en haar te feliciteren. Maar even voor praktische aard. Ik wil u graag verzoeken om bij het verlaten van de aula voorrang te verlenen aan het cortège, dus de hoogleraren, en de aula vervolgens rij voor rij te verlaten. Te beginnen bij de eerste rijen. Ik sluit deze zitting af met gebed. Mag ik u verzoeken te gaan staan? En wil de hoogleraar een baret opnieuw afnemen? Dat wij volstromen met levensadem, die ons aanvuurt tot wijsheid en kennis, om te helen wat onheelbaar lijkt, om te halen wat onhaalbaar schijnt. De plechtigheid is gesloten.